Hey, welkom allemaal. Goed dat jullie allemaal weer erbij zijn vandaag. Vandaag weer een heel leuk programma. Paul en ik hebben net gevochten op wie het bordje gaat doen. En Paul heeft dus verloren. Dus ik mocht zeggen dat hij het bordje mocht doen. Dus wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we op nul. Dus op de start beginnen we met 5 rondes Cindy. Of het is meer Cindy. Dan krijgen we 50 odd object ground to overhead. Dan, wanneer het af is, heb je rust tot de 8e minuut. Dus probeer het ook zo snel mogelijk af te krijgen. Op de 8e minuut beginnen we met 4 rondes Cindy. En dan krijgen we 40 odd object squats. Dan, op de 16e minuut gaan we weer van start. Dan krijgen we 3 rondes Cindy. En dan krijgen we 30 odd object thrusters. Cindy is 1 ronde is 10 sit-ups en 20 air squats. Dus er zijn best wel veel squats vandaag. Okay, dus blijf gewoon op een steady pace tempo werken. En niet jezelf helemaal opblazen in de benen. Dat we eigenlijk niet de beweging hoeven op te breken. Okay? Voor we daarmee van start gaan, gaan we eens nog even lekker een warming-up doen. En uiteindelijk krijgen we natuurlijk ook lekker weer het stukje mobiliteit. Voor de warming-up gaan we een M-rap doen van 6 minuten. Zullen 2 à 3 rondjes kunnen halen. We gaan eerst beginnen met 30 seconden object deadlift. Paul die gaat hier een plaat voor gebruiken. Je gaat doen, plaat voor je, kom naar de grond toe. Mooie rechte rug, billen aanspannen, eigen spannen. Je komt rechtop. En houd het object dicht langs je lichaam. Deze manier. 30 seconden rustige bewegingen. Dan krijgen we 30 seconden gecontroleerde squats. Dan gaan we in een tempo doen van 2 seconden. 2 seconden naar beneden. En 2 seconden weer omhoog. Deze manier. Zorg dat mooie rechte rug blijft. Knieën goed naar buiten toe drukken. Dan krijgen we 20 arm circles. Gaan we eerst 10 naar voren doen. Kleine draadjes maken. En dan gaan we 10 naar achteren doen. Deze manier. En als laatste krijgen we nog 10 inchworms. Ga vanuit rechtop met je handen naar de grond toe. Je loopt zo ver mogelijk uit. Houd het heel even vast. En je loopt weer terug. En je hoeft niet helemaal rechtop te komen. Je mag gewoon laag blijven en meteen weer door blijven lopen. Oké? Okay? Laten we lekker mee beginnen. Zorg ervoor dat je eventjes een object hebt wat je wil gaan gebruiken. En dan ga ik lekker de klok starten. Oké, in 10 seconden. Drie, twee, één. Gaan we 30 seconden deadlift. Mooi rustige beweging, goed de spanning houden. Goed spanning op die rug, dat je mooi rechte rug kan houden. Nog 10 seconden. 5, 3, 2, 1. En goed, gaan we naar de control squats. Mag je object aan de kant leggen en meteen doorgaan in de squats. 2 seconden omlaag en 2 seconden omhoog. Mooi gecontroleerde bewegingen. Mijn vlindertjes erbij. 3, 2, 1. Gaan we naar de arm circles. 20 naar voren, of 10 naar voren, 10 naar achteren. Gewoon kleine rondjes blijven maken. En dan gaan we over naar de 10 inchworms. Ver mogelijk uitlopen, vasthouden, 1, 2 seconden, dan loop je terug. Je hoeft niet helemaal rechtop te komen, je mag gewoon laag blijven. 10 reps.
helemaal niet aan. Je Sherpa, kom op. Je hoeft niet helemaal rechtop te komen naar een rap, hoor. Je mag gewoon laag blijven en meteen weer doorlopen. Dan ben je daarmee klaar. Gaan we 30 seconden deadlift. Gewoon mooie rustige bewegingen. Zo, nog 10 seconden. Drie, twee, één. Gaan we naar de squats. 2 seconden omlaag, 2 seconden omhoog. Oké, helemaal goed. Gaan we naar de arm circles. Eerst 10 naar voren toe en dan 10 naar achteren. Heb je gedaan, gaan we naar de insurance. Dat zal ook het laatste stukje zijn. Een minuutje. Niet 30 seconden. Is klaar, mag een paar deadlifts maken. Oké, helemaal goed. Even een slokje drinken. Ik bepaal zo eventjes alle oefeningen laten zien aan jullie. En dan gaan we daarna lekker beginnen met de workout. Ja? Helemaal goed. Oké, 1 ronde. Van Cindy. Ziet er als volgt uit. Je gaat eerst sit-ups doen. Heb je een abmat? Krijg ik een abmat voor? Doe even iets van een zachtere ondergrond. Iets van een yogamatje. Zet je voeten tegen elkaar aan. Knieën naar buiten toe. Je komt naar achteren toe.
tik met je handen achter je hoofd. En met een mooie zwaai naar voren toe, tik je voor je voet aan. Oké, zorg goed voor dat je schouders voorbij je heupen komen om de volledige rep af te maken. Ja, erilijks. Ja. Wat we dan nog moeten doen, is 20 air squats. Air squats hebben we net ook gedaan. Moet ervoor zorgen dat je mooi rechte rug houdt en goed door blijft zakken. En lekker blijft bewegen. Zo een beetje je armen kunnen gebruiken om jezelf wat makkelijker omhoog te halen. Blijf crossfit. Precies. Oké, dan. Wanneer we in het begin die eerste 5 rondes van deze 2 oefeningen hebben gedaan, dan gaan we 50 object ground to overhead doen. Dat kan dus een dumbbell zijn, een kettlebell, een plaat, een backpack. Iets van waar een beetje gewicht in zit. Ground to overhead betekent dus dat je vanaf de grond naar overhead positie moet komen. Dat zou bijvoorbeeld zijn, als je met 2 handen doet, in 1 keer naar boven je hoofd. Bijvoorbeeld met een plaat met een backpack. Gebruik je een dumbbell of een kettlebell. Dan zou je er bijvoorbeeld een snatch van kunnen maken. Dus ook met 1 arm. In 1 keer naar overhead positie. En als je een echte gewicht wat een stuk zwaarder is. Dan zou je ook nog een clean and jerk kunnen doen. Dus dan breng je hem eerst naar je schouders. En dan breng je hem overhead. Op deze manier. Oké? Het snelste zou zijn als je vanaf de grond meteen boven de hoofd komt. Heb je nou een wat zwaardere dumbbell of kettlebell, zou je hem ook met 2 handen vast kunnen houden. En dat je met 2 handen de beweging maakt. Dan hebben we eigenlijk rust tot de 8e minuut. En daar willen we ook voor zorgen dat we ook wel wat rust hebben. Oké? Dan, op minuut 8 gaan we 4 rondes van Cindy doen. Dus die 10 sit-ups met die 20 air squats. En dan gaan we 40 hard object squats doen. Dus, krijg je gewicht, zet je op je borst. Kun je zo zien als een goblet squat. Op deze manier ga je de squats maken. Als je iets van een dumbbell hebt, zou je hier frontrek kunnen leggen. Dat zou ook nog kunnen. Je kan het ook met 1 hand doen, dat je hand kan afwisselen. Ik zal het even laten zien met de kettlebell. Je kan hem in 1 hand houden. Goed je elleboog naar voren houden en mooi rechtop blijven. Oké, blijf goed naar voren toe kijken. Dat je niet met je bovenlichaam te veel naar voren komt hangen. Dan gaan we op de 16e minuut. Gaan we weer 3 rondes Sinday doen. En dan krijgen we 30 odd object thrusters. Knok weer met het gewicht. Gewicht in je frontrek. Je zakt door in een squat. En explosief vanuit de heupen brengen we het gewicht overhead. Kun je goed je heupen erbij te gebruiken. Dat het makkelijker wordt. Oké? Dus, best pittig workoutje. Blijf gewoon lekker bezig. Hoe sneller je dus klaar bent met het onderdeel. Hoe lang je dus ook weer rust hebt. Voor het volgende gedeelte. Oké? Okay? Even een stokje drinken. En dan gaan we zo meteen lekker van start. Hey Paul, ik kan hem nog even invallen, hè? Hey. Halfweg, ja, sick. Al met hetzelfde shirtje, broekje, ja, schoen. Al mijn pet op, ik heb niet kunnen zien. Kom goed. Eerste gedeelte zou kut zijn, en dan word je warm, en dan maak je het allemaal niet meer uit. Dan weet je niet beter. Oké, ga klaarstaan. Oh ja. Sharon, niet te hard, hè? Dus, ik zet zo meteen de klok aan. 5 rondjes, 10 sit-ups, 20 air squats. Oké. Ga klaar zitten. We beginnen met de 10 sit-ups. In 10 seconden. 5, 3, 2, 1. Here we go. Weer gewoon een mooi tempo te houden, dat je lekker door kan blijven bewegen. Dus met die sit-ups, meteen doorgaan in die squats. 10 sit-ups, 20 air squats.
Ja, let goed op de diepte van je air squats. Zo, netjes. Zo, lekker blijven bewegen, kom maar. Netje Eva, netje Emmy. Annelies. Lekker Jella, mooi tempo, avond. Dit is Sharon. Twee minuten tien onderweg. Zorgen dat je onder 90 graden komt, je squats, belangrijk. Yes, gone. Annelies, 5 rondjes, hè? 5 stuks. Die 5 rondjes gedaan, gaan naar de ground to overhead. 50 herhalingen. Zo, lekker bezig. Kom aan. Lekker de tempo erin. 5 minuutjes onderweg. Alles. Jella, come on. Zo, gaat top.
Okay, nog 2 minuutjes voor het eerste gedeelte. Kom aan, blijf bewegen. Zoveel mogelijk reps halen, kom aan. Mooi rechte rug. Denk aan je houding. Netjes, kom aan, blijf bewegen. Nog 1 minuut. Lekker, 30 seconden, kom aan. En je hoeft uit je benen blijven werken. Billen mee naar beneden nemen als je doorzakt. Zo ja, veel beter, goed zo. Jelle, kom aan. Oké, we gaan al bijna weer van start. We gaan over 10 seconden gaan we 4 rondes doen. Gaan we klaar zitten in de sit-up. 5, 3, 2. 1, gaan we. 4 rondes. Yes. Lekker, come on. Ja, dan dat je goed doet, diet van je air squat. Kijk, zo ja, kom aan. Kom maar, zijn we weer 2 minuutjes onderweg. Paulus. Nou, we halen het tempo vast.
Dus heb je weer 4 rondjes gedaan. Ga je naar de squats. Moet je gewicht in je front trekken. Dan ga je 40 squats maken met het gewicht. Zo. Zo, lekker bezig. Ga het tempo erin. Kom aan. Weer lekker door te blijven gaan. Zo. Nog 2,5 minuut. Wie vindt 40 squats unbroken te doen? Kom aan. Twee minuten voordat we naar het derde gedeelte gaan. En het laatste gedeelte. Zo, netjes. Dat is weer goed. Annelies op 16 beginnen. Even wachten nog. Op 30 seconden gaan we weer van start. Nog 10 seconden, gaan we weer klaar zitten. 3. 2, 1, let's go. Gaan we 3 rondes van Cindy en dan krijgen we 30 thrusters. Dan is het laatste stukje alles geven, kom aan.
Hoppa, netjes, kom. Het is alweer 1 minuut onderweg. Ja, dan gaat het tempo hoog. Mooi tempo, kom aan. Als je 3 rondjes hebt gedaan, gaan we trusten. Dat is 30 herhalingen. Lekker. Je niet te verzwakken, weer het tempo vasthouden. Het laatste stukje. Zo, dit ziet goed uit. Come on. Kom niet meer loslaten het geweer. Die 30 thrusters unbroken. Come on. Sheriff, goed gewerkt. Kom op, haal vol. Goed, Remy. Jean-Elies. Lekker, goed gedaan. Lekker gewerkt. Oké, kom even lekker bij. Even drinken. Lekker botje. Lekker voor de air squats. Ja, dat denk ik ook wel.
En alleen nog een stukje mobility. Nog even je yogamatje erbij pakken. Oké, eerste oefening die we gaan doen. Je mag op je billen komen zitten. Dan mag je in de kleermaker zitten komen. Kan je niet in de kleermaker zitten, dan is het een cross chin. Shin. Dus je doet je ene voet of je andere voet. Bij je schenen. Langs elkaar heen komen. Deze manier. Vanuit hier ga je zoveel mogelijk ga je naar voren toe komen. Dus je handen breng je naar voren toe. Dan ga je gewoon relax hierin leggen. Je kan gewoon mooi een bolle rug mag je gewoon maken. Niet met de rechterrug. Dus die gaan we een minuutje gaan we vasthouden. Okay, mag je nu in deze positie komen liggen? Makkelijk, hè? Ga verstaan. Lekker zweven muziekje erbij voor Paul. Lekker relax hierin blijven liggen. Goed blijven ademen. Dat is een makkelijker en comfortabeler wordt de beweging. Oefening. Dat zijn nog 20 seconden. Drie, twee, één. En relax. Oké, mag je op je billen blijven zitten? Nee, doe eerst die andere even nog. Ja? Mag je één been mag je rechtuit leggen? En je andere been mag je naar achteren toe brengen. Vanaf de zijkant, op deze manier. Hier ga je een rek voelen in je bovenbeen. En je mooie bovenbeen die je met voet naar achter hebt gebracht. Deze knie ga je lekker achterover liggen. Sommige mensen kunnen helemaal achterover liggen. Ben je gewoon het op te voeren. Dus begin even op je handen. En rustig gaan. In een minuut gaan we steeds iets dieper zakken. Oké? Okay? Gaan we nu van start. 1 minuut. Eerst met deze kant. En zo met 1 minuutje andere kant. Zo, nog 20 seconden. Goed blijven ademen. Nog 10. Drie, twee, één. Kom je rustig uit. Dan gaan we afwisselen van been. En nu deze naar achteren toe. Doe bij mij dat toch ook? Bij dingen? Het rommel? Gaan deze een minuutje vasthouden. Liep je daar meer moeite mee, hè? Ah. En nog 20 seconden.
3, 2, 1. Relax. Gaan we weer terug naar de eerste positie. En zorgen we nu voor dat het andere scheenbeen voor het andere scheenbeen is. Dus net, precies andersom van net. En dan gaan we weer in die forward fold. Kom weer lekker helemaal relaxed naar voren toe liggen. En zo weer even een minuutje vasthouden. Vijf, drie, twee, één. En kom je rustig uit. Nu nog doe je mag op je buik komen liggen. Mag je handen, mag je langs, of langs, ja, rechtuit doen, deze manier. En dan mag je je ene been, mag je over het andere been heen gaan brengen. Op deze manier. En je draait door dat je een rek voelt in de schouder. Deze manier. Maar mooi die draai helemaal met je lichaam. Maar ook weer een minuutje aan de ene kant, een minuutje aan de andere kant. Gaan we nu verstaan. Weer goed blijven ademen, neus in mond uit. Hier lekker comfortabel in te liggen. Zo, 15 seconden. Drie, twee, één. Gaan we naar de andere kant toe. Gaan we weer mee doordraaien. Je schouder op de grond houden. Gaan we weer 1 minuut. Nog 15 seconden. Vijf, drie, twee, één. En relax. Zo, wou nog even op je buik liggen. Even relaxed. Even die drive je lichaam weer even op de relaxed stand komt. Er geen spanning meer in zit. Dan nog heel even 1 minuutje en dan zijn we klaar. Ja, nog 10 seconden. 3,
2, 1. Helemaal goed. Maar de laatste keer is het lekkerste, hè? Oh, lekker even een minuutje gewoon lang uit, hè? Oog is lekker dicht. Oh, lekkerste. Kijk, goed gewerkt allemaal. Goed dat jullie er allemaal weer bij waren. Vergeet je score niet up te loaden in de Sugarwood. En zie jullie volgende keer weer. Tot volgende keer. Goeie.